En daar is Esther. Ze helpt ons met het maaien van het gras. Die zo heet dat zij dus geregeld de bloemen moet begieten. Aan deze kant, Esther. En wij hebben nu ook een satellietantenne, een satellietschoteltje voor de ontvangst vanuit de satelliet. Kijk, de rozen in bloei. Ook deze geranium vereisen zorg. Waar de auto staat. Ook aan deze kant hebben we bloemen staan. Met Estertje. De bloemen, die heb ik hier neergezet. Kijk naar de oleander, die zit in volle bloei, de geraniums. Zelfs de Madeira plant doet het goed. Hier is Esther bezig om rozen te plukken voor de vaas. Hier is Nettie bezig met de randbeplanting. Het oude gras wordt dus vernietigd en een nieuwe randbeplanting van paarse bloemen komt ervoor in de plaats.